dames en heren. Mijn presentatie gaat over aanwijzend voornaamwoorden. Ik ben zelf Khadija Al-Massini. Ik zit op Horeca Vakschool en ik doe een opleiding gastvrouw. Hey, oké, ik ga eerst een kleine korte uitleg houden over mijn aanwijzend voornaam. Aanwijzend voornaamwoorden zijn deze, die, dit en dat. Dat zijn dergelijke aanwijzend voornaamwoorden. Je kan het aanwijzend voornaamwoord ook gebruiken in plaats van een lidwoord. Dus bijvoorbeeld de leerling, die leerling, deze leerling. Een aanwijzend voornaamwoord zal altijd verwijzen naar een zelfstandig naamwoord. Lidwoorden en aanwijzend voornaamwoord. Wil ik jullie eerst vragen, wat weten jullie over lidwoorden en aanwijzend voornaamwoord? Ja, nou lidwoord zet je altijd voor een zelfstandig naamwoord. Oké. Toch? En weet je wel wat het met elkaar te maken heeft? Of? Aanwijzend en lidwoord. Ja. Nee, dat niet. Nou, het is de bedoeling dat ik het dan ook aan jullie vandaag ga leren. Bij een het-woord gebruik je altijd dit of dat. En bij een de-woord gebruik je altijd die of deze. Wil ik jullie ook een klein ezelbruggetje leren? Bij het-woord zie je dat er een t in staat. En bij dat en dit staat er ook een t in. Dus dat is heel makkelijk te onthouden. Ah, dat bedoel ik wel eens. Dus de jongen heb je deze jongen verwijst naar iets wat dichtbij staat. En die jongen naar iets wat ver staat. Verder hebben we deze avond en die avond iets in het verleden of iets in de toekomst. En we over het meisje, dit meisje dat naast me staat en dat meisje dat daar verderop zit. Ja. Het huis, dit huis, dat huis. Voorbeelden. Ik heb een voorbeeld van, ik heb het boek Chatrooms gelezen. Dat boek is geschreven door Helene Vreeswijk. Dat, waar verwijst dat naar? Het boek. Dit boek is erg mooi en waarschuwt veel jongens en meisjes. Dit boek. Dit boek. Maar waar verwijst dit naar? Naar jongens en meisjes. Oké, en als ik over dit heb, heb ik het dan over iets wat hier vlakbij zit of iets wat verderop staat? Iets dichtbij. Oké. Die schrijfster heeft meer boeken geschreven. Schrijfboeken. Ja. Maar verwijst het naar iets wat dichtbij staat of iets wat verderop staat? Iets verderop. Ja, dat klopt. Einde. Hartstikke bedankt.